De film die we gekozen hebben tot winnaar is vernieuwende, verrassende, poëtische, geestige en overtuigend optimistische cinema. De winnaar van de nationale competitie van Bokfilm 2020 is Victoria van Sophie Benoot, Lisbeth de Keulaar en Isabel Tommelaar. They say 50 years ago there was a man who came here. They say he wanted to build a city like Los Angeles. He carved hundreds of thousands of streets in this desert. Het is het verhaal van mensen die vluchten uit een wereld die onmenselijk is en naar een bestaan dat heel onzeker is en vol vraagtekens zit. He named the city California City. Then he left. Daarnaast gaat het over kapitalisme, van hoe de wilde dromen van ondernemers niet per se zaligmakend zijn, over tijd en ruimte en hoe die elkaar beïnvloeden. There's a wormhole in one place, there's an outlet to another place, probably even another dimension. Galaxy. Het gaat over gemeenschap, over hoe mensen elkaar vinden, arm en rijk, en hoe die naast elkaar bestaan, soms op een heel vreemde manier. Over hoe flexibel mensen zijn en hoe we onszelf in de bizarste omstandigheden kunnen aanpassen. Everything is different here in Cal City. Even the clouds are different. Sommige documentaires kiezen een onderwerp waar de sterke emoties vanzelf uitspringen. Maar bij andere documentaires blijven die gevoelens niet meteen aan de oppervlakte. En dan komt het erop aan om ze met creativiteit en fijnzinnigheid naar boven te halen en te verbeelden. Ja, toen was bijna maar. En dat is waar onze winnaar in uitblinkt.